Zuidzee heeft een nieuw project georganiseerd voor alle kleuters in Schijndel. Die daar gaan daar de komende jaren allemaal aan meedoen. Het heet Overgisteren. En ze maken daarbij kennis met het museum, met de wereld van vroeger, met alles wat hier te zien is. Goedemorgen met Museum Jan Heesterhuis, met Toos Verhoeven. Echt waar? Die waren wij kwijt. Ja, echt waar. Oh, heel fijn. En komen jullie hem terugbrengen? Oh, ja. Ja, ik verwacht jullie. Hartelijk bedankt, hè? We zijn erbij. Tot zo. Daar. We zijn erbij. Maar nog niet. Hier rechtsaf. Hier rechtsaf. Hier rechtsaf. Hier rechtsaf. Hier zijn we. We zijn erbij. Het wordt vandaag geopend door Peter Roosendaal, wethouder hier in Schijndel. En hij zal de kleuters welkom heten. Maar die burgemeester die heeft helpers en ik ben zo'n helper. En die helpers die moeten ervoor zorgen dat er een school is waar jullie naartoe kunnen. Dat er een museum is waar je kunt gaan kijken naar allerlei schilderijen. Dat je kunt spelen, dat er heel veel speeldingen staan, zoals bij jullie school. Bij de grote het project school. Begint al op school. Ze vinden op school een koffer en gaan natuurlijk kijken van wat zit er allemaal in, van wie zou dat geweest zijn. En dan blijkt dat het een koffer is van een museummedewerker. Dus ze schrijven een brief naar het museum, we hebben een koffer gevonden en kunnen we die komen terugbrengen. Nou, wij zijn dan natuurlijk heel erg blij dat de koffer gevonden is. Maar we hebben wel een achterstand in onze werkzaamheden, omdat we heel lang onze materialen niet hebben gehad. En de kleuters gaan daarna helpen met allerlei klusjes die moeten gebeuren in een museum. Wat gaan ze dan allemaal doen? Ze hebben bijvoorbeeld een sorteeropdracht, want in een museum heb je een heleboel oude voorwerpen. Die moet je sorteren voordat je ze tentoon kan stellen. Ze gaan schilderijen heel erg goed bekijken, zodat ze precies weten wat erop staat en ook details kunnen herkennen op het schilderij. Mooie kleuren, of er staan er leuke dingen op. Hoe komt het dat je het leuk vindt? Ja, helaas, er valt ook wel eens iets in een museum. Dus we hebben ook een aantal scherven van potjes, van borden. En die gaan de kinderen weer in elkaar proberen te passen. Nou zeg, wel goed van jullie zeg. Verder gaan ze in de tuin aan de slag. We hebben ook een hele mooie tuin bij het museum Jan Heesterhuis. En wij moeten natuurlijk ook precies weten welke bomen daar staan. Dus de kinderen gaan voelen van wat voor bomen zijn het. Kunnen we ze herkennen, ook met een blinddoek voor. Ja? Dat is mooi voelen. Het is een beetje een krokodillenboom. Kom maar, ga maar eens voelen. Ga maar even welke boom was het? Mag de blinddoek af? Nee, niet doen. Welke boom heb jij? En dan zijn er nog twee klusjes. Jan Heesters was natuurlijk een schilder, dus die mengde zijn verf. De kinderen gaan proberen net zulke mooie kleuren te maken als die te zien zijn op de schilderijen van Jan Heesters. Dus ze gaan met kleuren mengen. Ze doen een speuropdracht in het museum. We hebben foto's van een paar voorwerpen die er te zien zijn. En dan gaan ze op zoek naar waar zijn die eigenlijk gebleven. Waar staan ze ook alweer? Of waar hangen ze? Hartstikke leuk, ik heb het gezien. Dan ga ik even naar de tekeningen kijken. Bedankt. Oké, graag gedaan.